Welkom bij Vlogmasdag 21. Cause we got Christmas soul. Yeah, we got Christmas soul. Yeah. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag alweer dag 21. Het is vandaag vrijdag. En dat geldt voor mij officieel de laatste schooldag van de week. Ik heb vandaag geen lessen. Ik heb wel een kerstbrunch en daarna een workshop. Ik weet niet wat we gaan doen, maar ik heb een workshop. En ja, ik ben net wakker. Echt net wakker. Mijn wekker ging 7:15. En het is nu 17. Dus ik ben net 2 minuten wakker. En we gaan gewoon gelijk vloggen. Nou ja, in ieder geval goedemorgen allemaal. Ik ga jullie lekker meenemen vandaag. Ik ga me zo klaarmaken. En niet ontbijten, want dat doen we op school. Het is 7:15. 9:00 moet ik op school zijn, dus ik ga ongeveer 8:15. 8:30 ga ik weg. Dus ik heb nog wel even de tijd. Dus ja. Goed, ik ben uit bed. Ik ben aangekleed. Ik heb mijn make-up alleen nog niet gedaan. Dat ga ik nu even gauw doen. Maar ik ga gewoon heel erg simpel vandaag. Als jullie de video van gisteren hebben gezien, hebben jullie gisteren heel snel aan het einde tussen neus en lippen door mij horen zeggen dat ik een Chromebook van mijn ouders heb gehad. Gisteren heb ik heel veel gedoe gehad. En het was echt geen hele toffe dag. Maar dat maakte het 's avonds wel weer goed met een goed gesprek. En die Chromebook. Ik ben er heel erg blij mee. Ik ga hem jullie even snel laten zien. Dit is de Chromebook. Een Acer 14 inch. Ik wilde eigenlijk een kleinere laptop. En mijn reactie was daarop misschien niet heel erg chill. Want het eerste wat ik zei, is die echt zo groot? Want ik wilde een kleine laptop. Maar die hadden ze dus niet meer. Dus mijn pa heeft voor deze gekozen. Maar hij heeft wel voor deze gekozen met een bedoeling. Puur omdat hij natuurlijk, hij is niet zo mega groot. En hij is super dun. Als je hem dichtklapt, is hij echt heel erg dun. Dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Het is sowieso minder gewicht. Het ging mij erom dat ik wat kleinere tassen mee kon nemen, zodat ik ze niet sloopte. Maar dat mindere gewicht, dat was ook wel een dingetje. Mijn laptop zag altijd heel erg zwaar en het was gewoon echt niet te doen. En nu heb ik gewoon een hele smalle laptop, dus dat is wel ook gewoon heel erg fijn. Het was nog steeds wel heel erg wennen aan de Chromebook. Ik ben er natuurlijk wel heel erg blij mee, maar het werkt allemaal anders. Hieronder zitten alle appjes en je kan niks meer normaal downloaden. Het moet allemaal via de store. Het is eigenlijk een soort MacBook, maar dan net even iets anders. Dus maar ja, ik geniet nu heel erg van YouTube en de lange levensduur van de batterij. Want hij gaat dus in totaal, ik weet niet, geef je dat gelijk aan als ik de stekker eruit haal? Berekenen. Hoe lang gaat hij mee? 5:19. Nou, dat is toch ook wel echt hartstikke lang. Dus normaal ging mijn laptop gewoon niet eens een uur mee. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Dus ja, in ieder geval, ik ga me klaarmaken. Make-upje doen, koffie drinken, bed opmaken. En dan ga ik naar het kerstontbijt. En ik ga mijn camera opladen, want die ben ik helemaal vergeten op te laden. Oh, we zijn op school. We hebben allemaal kerstachtige outfits aan. Ik loop in mijn kersttrui. Letterlijk in mijn kersttrui. We moeten hier verzamelen bij het lokaal. En daarna weet ik niet wat we gaan doen. Ik ben benieuwd. Joepie. Zo, dames en heren, dit is Kim. Ze zit lekker aan het genieten van haar croissant bij het kerstontbijt. En binnenkort ga ik haar delen. Thank you.
Lekker? Niet lekker? Nee, je is puur chocola.
batterij is nog steeds 1%. En ik ben helemaal vergeten op te laden vanmiddag. Ik heb net avond gegeten. Het zit nog volgens mij echt overal. Maar het was echt, echt, echt heel erg lekker. Ik heb een ontzettend leuke dag gehad vandaag. Ik ga daar aan mijn toetje. Pimps. En ik vind ze zo lekker. Dit zijn de Jaffer Cakes van Pimps. En die zijn zo lekker. Dus daar ga ik lekker van genieten. Wel ga ik zo meteen naar de bioscoop. Ik ga met mijn opa samen naar Bohemian Rhapsody. Super veel zin in. Het lijkt me zo'n toffe film. Oh my god. Jongens, de film Bohemian Rhapsody was zo goed. Ik heb echt... Af en toe moest ik me gewoon echt in bedwang houden dat ik niet keihard mee ging zingen of dansen of... Oh my god, jongens, de film was zo tof. Het is pakkend, het is meeslepend. Het heeft zoveel goede muziek waarin je in meegaat. Het verhaal is zo mooi, zo duidelijk, zo goed nagebootst. Goed, ik ga lekker slapen, ik ben omgekleed en ik zou zeggen, ik zie jullie morgen. Doeg!